Wat gebeurt er met kinderen die dus wel positief worden neergezet in boeken tegenover kinderen die dat dus niet hebben gehad? Wat is het verschil daartussen? Ja, nou, ik ben echt voor het beest bij de naam noemen. Dus dan zie je dat witte kinderen zichzelf vertegenwoordigd zien in kinderboeken, in schoolboeken. Kijk naar bushokjes, kijk naar elke positie in de maatschappij. Dan zie je daar witte mensen. En dat maakt dat witte kinderen het idee krijgen van hey, ik ben belangrijk, ik doe ertoe en de wereld ligt aan mijn voeten. In tegenstelling tot kinderen van kleur die op zoek moeten gaan naar een positieve representatie van zichzelf, vaak buiten de familie. Zichzelf niet terugzien in leesboeken, kinderboeken. Af en toe terugzien in het curriculum, maar dan vaak op een stigmatiserende manier. En dat maakt dat zij de boodschap meekreeg van, jij bent helemaal niet zo belangrijk en je doet er niet toe. Ik denk dat we ook mee moeten gaan met de ontwikkeling om ons heen. Dat we steeds meer diversiteit op heel veel vlakten zien groeien. En dat we daar ook beter mee om kunnen gaan. En dat dat vooral via het onderwijs gebeurt. Bijvoorbeeld in mijn opleiding, het is een lerarenopleiding. Het zou ontzettend fijn zijn als wij als leraren opgeleid worden om iedereen op een respectvolle manier aan te spreken. Mensen zichtbaar maken in hun eigen zijn. Isra en Terry, ze hebben een korte video opgenomen met de vraag welke tip ze hebben voor HVA communicatie. Kijk even mee. Mijn tip voor een inclusievere communicatie is om te gaan beginnen met het vermijden van stereotyperende taalgebruik. En in plaats daarvan om neutrale termen te gaan gebruiken zodat iedereen zich betrokken kan voelen. Is om ervoor te zorgen dat er in de organisatie meer mensen aangenomen worden met diverse achtergrond. En zo zorg je ervoor dat er meer perspectieven te bieden zijn en voorkom je ook blinde vlekken in de communicatie. De eerste vraag namelijk, hoe overtuig je mensen dat inclusief taalgebruik belangrijk is, ook al is het voor een kleine minderheid? Eigenlijk moet je bekijken het vanuit effectiviteit. Het gaat niet alleen maar om het respect, hè, dat je mensen met respect behandelt, maar je communiceert ook effectiever. Blinde vlekken voorkomen in communicatie, is dat een hele grote uitdaging? Niet per se. Het zijn vaak kleinere vlekjes. Vaak vlekjes die je niet gelijk ziet. En daarom juist moet je ze ook constant bijhouden, laat ik het zo maar zeggen. Constant repareren. Dat we echt goed moeten kijken van hoe we bepaalde zaken kunnen omdenken. Ja. Het hoeft niet per se rigoureus anders. Maar je kan het wel misschien iets anders insteken. Het vraagt inclusieve communicatie ook om het vermogen om je eigen oordeel uit te stellen en te luisteren naar de ander. Ja, zeker. En dat lijkt me ook voor iedereen gewoon goed haalbaar, toch? In contact met mensen moet je altijd je eigen oordeel eventjes uitstellen. Heb ik met eigen ogen kunnen zien dat diversiteit een feit is. Mm-hmm. Je kan er niet meer omheen. Nee, vooral vandaag niet in Amsterdam. Niet, nee. Aan tafel ook niet inderdaad. Nee. maar het gaat ook om dat stukje inclusie. En inclusie staat dan dus echt ook, wat mij betreft in ieder geval, voor die eigenheid. Doet iedereen er echt wel toe? We zeggen het allemaal wel, van iedereen doet het toe en iedereen is heel veel waard. En iedereen heeft heel veel inbreng. Maar gebeurt dat ook echt? En ervaart iedereen dat ook echt zo? Wat denk jij? Nee, momenteel niet. Nee. Applaus voor Derek Otte en Resking. Wat gij niet wil dat u geschiet, maar we doen het lekker toch. Terwijl we allemaal maar zielen zijn, verpakt in water en sterrenstof. Veel te weinig uitgestoken handen, houden van, houden we vaak voor onszelf. Of zoeken we herkenning en vinden we onvervuld verlangen. Sluiten we elkaar op in verwachting en houden we zo onszelf gevangen. Dat het gaat om wat je bent en niet zozeer om wie. Je worden wil of kan omdat het gaat om energie. Wellicht gaat het bij een omslag om de wil om een boek te lezen. Maar voor een antwoord op die vraag moet je bij een ander wezen. En microagressie houdt in, stel je voor, ik vraag alleen aan jou om deze tafel heen, waar kom jij vandaan? Mm-hmm. Maar aan de rest niet. En dat is dan eigenlijk microagressie, omdat ik gelijk voor jou je etniciteit vraag. Ja. Maar aan de rest vraag je dat niet. Heel specifiek. Ja, dus wij hebben onderzoek gedaan en daaruit hebben wij een training opgezet voor de docenten. Je had het er net al even kort over, jij wordt graag als die aangesproken. Kun je ons even, want ik vind dat nog steeds ook eerlijk best ingewikkeld soms. Kun je even kort uit, hoe werkt dat? Hoe moeten mensen dat nou doen? Of hoe kunnen ze dat goed doen? Ja, het is natuurlijk, je hebt het ook niet nodig als je met mij één op één praat. Nee, want dat is gewoon jij. Ja, precies. Dus het is meer als je morgen praat van, ik was gisteren met Remco in gesprek. En dan zouden de meeste mensen zeggen, hij heeft gesproken daar en daar. Mm-hmm. Maar ik vind het dan prettiger als je zegt, die heeft daar gesproken. Ja. En dat wij er heel erg in geloven dat als je als merk je doelgroepen wil benaderen, de samenleving,
je inclusief moet zijn in je communicatie. Omdat het anders ga je ze niet meer bereiken. Nee. Dus, en daar zijn we, daar geloven we zelf in. En als we dat, nou ja, als we dat willen doen, dan moeten we dat zelf ook zijn. Voel jij jezelf positief aangesproken als je kijkt naar de huidige communicatie van de HVA? Ik voel me steeds positiever aangesproken. Oké, dat is een mooi uitgangspunt. Ja, ja, ja. En nou zit ik al 3 jaar op de HVA als student. En ik moet zeggen dat ik dan wel het een en ander heb mogen zien en ervaren. Ik werd er laatst ook heel erg blij om toen ik ook steeds met communicatie ook wel afbeeldingen zie van mensen met verschillende uiterlijke kenmerken. Maar heel recentelijk nog van vorige week, want ik heb nog een aantal docenten mogen spreken na de trainingen. En daar gaf een docent nog aan, nadat ik jullie training heb gevolgd, gebruik ik nu ook namen als Sameha of Samir in de tentamenvragen. Oh, echt? En toen dacht ik, jeetje, en ik zei het ook gelijk tegen haar, jeetje, jij hebt me zo blij gemaakt. Ben je dan dus altijd 100% inclusief of maken jullie ook nog wel eens fouten? Wij maken ook nog wel eens fouten. Maar ik geloof dat iedereen fouten maakt en ik geloof dat er ook bij hoort. Ja. En dat het een proces is en dat het bewustzijn steeds meer gecreëerd wordt in dat proces. Welke woorden zouden we niet meer moeten gebruiken bij de HVA? Ja, van niet-westerse achtergrond of dat is echt een allochtoon. Dan denk ik, oh jeetje. Ik krijg bijvoorbeeld op Valentijnsdag wel eens post van de parfumzaak of ik voor mijn vriendin iets wil uitzoeken. Omdat ik dan blijkbaar geregistreerd sta als man daar. En dat zij, en dus een vriendin heb. En zij dus aannemen dat ik hetero ben. Dus dat vind ik al heel interessant. Dus ik probeer met de community die ik heb en de Instagram following, proberen gewoon mensen te inspireren om overal waar je een boxje moet aanvinken van de heer of mevrouw en er is geen derde optie, om daar gewoon naar iedere instantie te mailen van... Ja, doe jij dat? Ja, als de computer nee zegt, ja, dat is toch gewoon... Moet ik me dan aanpassen aan de computer of gaan we de computer aanpassen? Je slaat wel eens de plank mis. En hoeveel ruimte is er dan om te leren? En dat probeer ik ook aan bedrijven uit te leggen van... Mensen die moeten in principe een tweede kans krijgen, maar je moet wel bepalen van de opmerking die ze maken, in hoeverre vliegen ze hier uit de bocht. Is dit vanuit zeg maar het basisschoolprincipe, is dit een gele kaart of voetbalprincipe, of is dit een rode kaart? Maar ook naar organisaties zie ik dat het heel erg ook gedragen moet worden door het leadership, zoals ze dat noemen. Dus echt de top van de organisatie, want als dat niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Hoe kunnen we studenten die non-binair zijn niet uitsluiten in de communicatie? Nou ja, dus inderdaad morgen alle systemen checken of er een derde optie staat. Ja. Dat is een hele goede stap. En dat is zeg maar de systeemkant, zeg ik altijd. De harde kant, maar je hebt natuurlijk ook de zachte kant. Dus dat is gewoon in je eigen taal. Ik vind het heel leuk dat jij het direct probeert toe te passen. Als je zelf hoort dat je hij of zij zegt dat je daar dan nog iets aan wilt toevoegen. Mm-hmm. Nou, ga daarmee experimenteren. Ga dat uitproberen. En zie dat ook vanuit een positieve mindset iets is wat je wil omarmen. En dan is het zoveel leuker ook om dat te doen dan dat je denkt, help. Ik was ook een beetje onzeker hoor, toen ik het zei. Ja. Maar dat mag maar ook. Maar je doet het wel, hè? In het ongemak zit ook de ruimte om te leren, denk ik. Waarom is het microagressie als iemand vraagt wat je etnische achtergrond is? Het kan toch ook gewoon interesse zijn? Ja, en dit hebben we dus heel vaak bij de trainingen gehad met de docent ook. Op het moment dat jij het aan iedereen vraagt, dan is er geen sprake van microagressie. Want dan ben ik ook in jou geïnteresseerd. Dan ben ik ook in Remco geïnteresseerd, maar ook in Babé. Maar als jij het in de klas alleen aan mij gaat vragen, ja, dan is het microagressie. Dus dan zeg je eigenlijk, ja, maar waar kom je echt vandaan? En als ik zeg, ja, eigenlijk geboren door Amsterdam, ja, nee, maar waar echt? Mm-hmm. Dan denk ik, oh, bedoel je mijn roots? Mm-hmm. Ja, die liggen dan in Turkije. Zeg dat dan, ja. We krijgen namelijk de laatste 2 tips van Angelo en Iris. Voor een inclusievere communicatie op de HVA vind ik het erg belangrijk dat we meer bewustwording creëren voor het gebruiken van bepaalde termen. Hiervoor lijkt het me een goed idee als bijvoorbeeld de communicatieafdeling onderzoek doet naar deze termen, waardoor iedereen zich meer welkom voelt op de HVA. Mijn tip voor HVA is dan ook, kijk niet alleen naar je studenten en medewerkers, maar kijk ook eens kritisch naar het werkveld en de doelgroepen daarbinnen. Wie zijn daarover of juist ondervertegenwoordigd? Hoe komt dat en wat kun je eraan doen? In principe is ons onderwijs de afspiegeling van onze maatschappij. En als we dan met het communicatie meer ook kijken, oké, wie hebben wij echt in ons onderwijs? Nou, een groot verschil aan populatie. En dat maakt het juist zo mooi dat we met elkaar anders zijn en anders kunnen denken. En heel ander werk kunnen leveren. Absoluut. Dus ik denk, zeker met de communicatie, ga met elkaar in gesprek. Ja.
Ja, en vermijd inderdaad termen zoals terminologie zoals zwart, wit, allochtoon, autochtoon. We doen eraan toe om open vragen te stellen. Niet waar kom je vandaan, maar vertel eens wat over jezelf. Dan kies ik wat u wil vertellen. Ja. Dan vertel ik over mijn werk, wat ik zo leuk vind om te doen, waar mijn passie ligt. Dat is heel anders dan als iemand gelijk aan jou gaat vragen, waar kom je vandaan? Dus ik denk dat we kritisch ook naar onszelf mogen kijken, maar ook zeker de communicatie met bepaalde terminologie dat we mogen vermijden. Reclamemakers moeten heel bewust zijn van welk stereotyp beeld gebruik je dan. Mm-hmm. En wat je dan soms ziet gebeuren, zijn dat reclamemakers een stereotyp beeld creëren, die ze eigenlijk niet kennen. Dus de nuance daarin ontbreekt. En waardoor je dus ook ziet dat het nep is. Ik denk dat het heel erg helpt als iedereen dus erbij zet op LinkedIn hoe je graag aangesproken wil worden. Als jij dan neer zou zetten, zij haar, dan weet ik dat jij jezelf als vrouw identificeert. Mm-hmm. Als je dat niet zou doen, dan moet ik dus op basis van je uiterlijk, dan denk ik, oké, ze heeft lang haar, haar toonhoogte is vrij hoog. Ik doe hier even de aanname dat zij een vrouw is. Stiekem vind ik het best lekker dat we nou allemaal geen handen hoeven geven, want dat is altijd super awkward bij mij. Mensen weten gewoon niet wat ze moeten doen. Nu hebben we dat niet meer. Ik moet eerlijk zeggen dat soms. Ik heb wel wat ijsbrekers door de jaren heen natuurlijk zelf bedacht. Maar het is natuurlijk vaak ontwetendheid. Maar goed, we kunnen er nog wel een stuk in verbeteren. En jij als maker, wat zeg jij? Moeten mensen daar gewoon een dialoog aan gaan, denk ik, weer toch eigenlijk? Kijk, komen we weer bij terug, hè? Nee, maar kijk, stel dat jij bij Hammerfest zou werken. Mm-hmm. En we zouden communicatie ontwikkelen. Mm-hmm. Dan zou jij jouw perspectief brengen bij de communicatie. Dus dan zou dat stukje ongemak of dat stukje niet-wetendheid zou daar niet zijn. Wat ik voel, wat ik ervaar, is heel wat anders dan wat Remco voelt en wat Remco ervaart. Maar pas wanneer wij dan daar in het team zitten, kunnen wij onze perspectieven uitwisselen. En kunnen wij kijken, oké, dus er is hier een populatie die zich getrokken voelt bij iemand. Dus hoe kunnen we dat versterken? Denk ik dat de HVA daar zeker, ze zijn ermee bezig, daar ben ik heel blij om. En het mag zeker steeds doorgaan met het kritisch blijven kijken. Hoe kunnen we de afspiegeling ook echt zijn van onze studenten? En mijn grootste shock was dat ik na een HBO-studie en een master nog niet eens goed doorhad wat de impact is van communicatie. Terwijl ik marketing heb gestudeerd en commerciële economie. Dus ik denk dat het al zit in het curriculum. En dat het zit van wat de impact is van communicatie. Zowel interpersoonlijk als van een merk of organisatie naar personen. Wat die impact is, denk dat daar ook echt een sleutel ligt voor de HVA. Überhaupt voor onderwijsinstellingen. Om dat bij te brengen naar hun studenten. Het dialoog aangaan. Ja, ik denk dat dat echt de key is. Ja, communiceren vanuit inclusieve teams. Ja. Geen boxjes willen afvinken. Ja. Geen mensen in een rolstoel zetten die er gewoon echt niet in zitten, jongens. Ja. Alsjeblieft. Onwijs fijn dat jullie er waren. Super bedankt.